Welkom bij weer een nieuwe e-sport nieuws. Vandaag gaan we kijken welk team mag blijven in de LCS. We gaan kijken hoe de party was geweest en welke Nederlander een hele grote prijs heeft gewonnen in China. Marcel, leuk dat ik er weer ben. Ja, ook leuk om jou weer te zien inderdaad. Ja, helemaal leuk. Hoe was je vakantie? Ja, fijn, ik kon het niet lang volhouden zonder je. Nee, ach, ik wilde weer weten hoe het was in de wereld der e-sports. Ik denk, ik kap mijn vakantie even af. Snap ik had precies hetzelfde gedaan. Ja, ja. En dus 2 weken was eigenlijk meer dan genoeg. Ik zat eigenlijk al, vier dagen te van, oh, wat is er gebeurd in de LCS? Oh. Wat is er gebeurd in de LCS? Ik wil het weten. Je zegt, je kan het gewoon kijken. Ja, had ik geen zin in. Oh, dat is dan toch weer net... Dan gaan we net weg. Tijdsverschil en zo is lastig, snap is ook ik wel. Lastig. Maar er is wel weer van alles gebeurd, Peter. Ja, Marcel, enlighten us. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nice. In de LCS, daar hebben ze de promotion playoffs hebben ze daar gehad. Dat wil zeggen, de LCS is klaar, de 10 teams zijn zeg maar eruit. Er 3 moeten dan tegen elkaar vechten voor degradatie. Ja. Met degene uit de league eronder, de Challenger League. Oftewel eigenlijk de Jupiler League van het League of Legends. Goed uitgelegd. Ja, dat is gebeurd. En wat blijkt? Mijn team, mijn favoriete team. Dat is je favoriete team niet. Waarvan ik iedere keer zeg, deze gasten zijn zo goed. Zit er nog in? Ja, de Giants. Giants zit er nog in. Dat waren die prutsers waar we het de aantal weken over hadden. En ze zitten er gewoon nog in. Iedere week heb ik het erover hoe slecht ze zijn. Ja. En van jongens, ik moet huilen als ik hier naar kijk. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen. Kutte challengers zijn. Nou, het was ook wel echt nipt, hoor. Nou, laat ik het zo zeggen. Lijn is in. Lijn is in. Ja, dat is genoeg voor ze. Lijn is in. Ja, dat is een goede, toch? Ja. Maar oké, hartstikke goed voor de Giants. Dus daar gaan we nog veel meer van zien de komende Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ze hebben wel vier van de 5 mensen veranderd van het team, zeg maar. Ja. 2 Koreanen erbij, dus dat is eigenlijk gegarandeerd iets hoger niveau en succes. Je kan een Koreanen van straat plukken, die zijn eigenlijk al beter dan met een blanke. Ja, zo kun je daar al wel... Daar komt het wel op neer, inderdaad, ja. Ja. De teams die in ieder geval gewoon in de League of Legends in de LCS blijven zijn Splice, Team Rocket. Team Rocket. Nee, Rocket Jack. We moeten een keer de teamsong doen van Pokémon. Jesse James. Ja. En dus mijn favoriete team, de Giants. Ja. Niks veranderd dus. De competitie, de competitie duurt 12 weken, hè? Dus je doet 4 competities per jaar. Dus er gaat weer een nieuwe competitie van start. Ja, klopt. Ja. Nou. Na de finale. Eerst gaat de finale komende weekend is de finale van Noord-Amerika. Ja. En even kijken, 16, 17 of 17 en 18 april is de finale van Nederland van Europa. En die is in Rotterdam. Die is in Roffa, in mijn hometown. Precies. Vet. 3 keer raden wie daar naartoe gaat. Ik denk Marcel. Hey. Ik denk dat ik lekker thuis blijf. Maar dan gaan die nog tegen elkaar ook? Ja, daar komt de finale, zeg maar. Dan gaan ze kijken wie er echt de beste is. Oh, dat is in Rotterdam? Dat is in Rotterdam, in de Arena. In Rotterdam. Of in de Arena. Ik denk dat jij in mijn stad niet meer binnenkomt. Dat is de Ahoy. De Ahoy, dankjewel. Ja. Heen nou, hoor je één pot. Je mag het knippen van mij optioneel. Je mag het erin laten, vind ik ook niet erg, maar voor... Ik ga het sowieso erin laten. Oké. Boeren, moet erbij op een video. Ja, dit Philips is ook leuk voor een competitie. Daarom. Maar dan komt alleen PSV. En Guus Meeuwis. En FIFA, binnenkort. FIFA? Ja, maar dat vertel ik over een paar weken nog. Oké. En ik ook bij. Spanning. Lachen. Goed, daarnaast is nog iets gebeurd met CSGO. Leuk. Binnenkort begint de MLG Columbus, is dan nog gaat van start. Ja. En een speler van Team NiP, Ninjas in Pyjama's. Nice. Die teamnaam is altijd leuk. Ja, dat is goed. Die mag niet meedoen. Waarom niet? Gedisqualificeerd. Nee, zijn visum is zijn aanvraag is nog niet goed. Weet je wat het is? Dit is niet heel spectaculair nieuws of zo voor die speler. Ze zijn wel goed verder, maar ik wou het een beetje hebben over visums. Want nou moet het is heel erg lastig om aan visums te krijgen. Kom op, je gaat er op vakantie? Je bent er toch niet langer dan een paar weken? Nee, maar dit is toch wel anders, zeg maar. Blijkbaar is het heel lastig. Op. Ja, precies. Ja. Want in Duitsland hebben ze heel veel last van vluchtelingen, toch? Nou ja, last. Ja. Daar komen er gewoon heel veel naartoe. En de LCS. Is daar ook. Dus al die mensen die komen uit Korea om daar een werkvisum aan te vragen. Ja. Nou ja, ga jij maar even bovenop die stapel liggen, zeg maar, van 100.000 aanvragen. Dus ook in de LCS in Amerika is het ook altijd sowieso lastig om een visum te krijgen. Het is gewoon heel lastig om als team een speler uit het buitenland te halen en dan ook nog eens een keer op tijd klaar te hebben. Dus eigenlijk moet je allemaal de spelers in het land zelf hebben? Ja, nou ja, dat. Of er moet een soort iets komen waarbij die mensen die zeg maar op hoog niveau. Atleten, in de zin van, ja, ik weet het. Sorry. Met Olympische Spelen hebben ze waarschijnlijk ook zoiets. Die hebben ook een speciaal visum, die sporters. Maar die kunnen ook echt iets.
Oh ja. Ja, jongens, ik vind het leuk e-sport, maar het blijft computerspelletjes, hè? Dus laten we dat niet. Laten we dat niet gaan doen. Nee, maar sorry, Marcel, je moet wel even. Ik vind het leuk e-sport. Ik vind echt, hoe vaker je erover praat, hoe interessant ik het vind. Ik vind het tof dat je geld mee kan verdienen. Maar je moet nou niet een e-sporter gaan vergelijken met iemand die echt een Olympische prestatie levert. Over een half jaar, dan zit je hier en dan zeg jij tegen mij, heb ik dat gezegd? Ja. En dan kan ik de beelden terug laten zien. Ik zweer dat ik dat blijf zeggen. Kom op, Olympische sportprestatie, echt even zo'n ander kaliber. We gaan het zien. Sven Kramer versus een of andere... Iemand die goed spelletje speelt. Sorry, het spijt me echt. Echt een groot verschil. We gaan deze discussie nog wel een keertje hebben. Wel benieuwd. Ja, maar ik wil verder jullie ook niet beledigen. Ik bedoel, ik vind het verder leuk, die sport. Ja, wat vinden jullie eigenlijk ervan, zeg maar? Want we zijn nou bezig... Ja, weet je, laat ik het zo zeggen. Wacht, misschien heb ik het verkeerd geïnsinueerd. In de zin van, ik denk wel dat het een Olympische sport is. Maar ik zie het wel als een aparte Olympische tak, zeg maar. Ja, je wil dus, het nog bijzonderder maken zelfs. Ja, dat het zeg maar sporters zijn die dan maar dan gewoon... met een eigen Game Olympics in plaats van een sport-Olympics. Ja, daar ben ik ook voor. Een Game Olympics ben ik voor. Ja, maar dan hebben ze ook wel die aparte... Ik heb ook een Paralympics, kunnen de gamers er gelijk bij. Hartstikke goed. Je hebt toch ook allemaal een rugzakje? Dat is paal. Ja hoor, dat kan prima. Kan prima samen. Maak je nou de vergelijking met e-sporters en de Paralympics, ja? Ach, kom op. Het is hetzelfde als darten. Dat is ook leuk om naar te kijken. Je gaat niet zeggen dat dit echt een atletisch iets is. Dat het, bedoel, het wordt, waar komt Olympus vandaan? Mount Olympus, dat is waar er gesport werd. Waar de mensen fysiek naar een nieuw niveau gingen. Ja. En dat is niet een beetje klikken, kom op. Het ergste wat je kan gebeuren is een muisarm. Het is niet ook een beetje klikken. Je kan ook backstage vechten met de presentator. Dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Er zijn nog andere dingen. Wauw, oké. Starcraft. Het Paralympics. Godverdomme. Ik wil het volgende item eigenlijk helemaal niet doen. Nee, we gaan het hier gewoon. Ik ben er helemaal klaar mee. Je gaat stoppen. Ja, het is klaar. Ja. Nee, okay. Ik wil nog één dingetje doen. Oké. Okay. Nog één dingetje. Nou, misschien twee. Oké. Okay. Er is iets gebeurd, Peter. Erg. Er heeft iemand voor heel veel geld verdiend. Echt wat vet. En deze keer is het... Oké, okay. je weet een beetje hoe Starcraft in elkaar zit, toch? Ja, dus ja. Ja, die wordt vooral gedomineerd door de Koreanen en de Aziaten zijn er zeg maar onwijs goed in. Geen idee waarom. Ja, trouwens, ik weet wel waarom. Gewoon ijzersterke, 18 uur per dag, woop, en dan geen nergens last van krijgen. Maar het is in Nederlander gelukt om ze te verslaan. Echt? Ja. Dat is wel echt heel tof, hè? Dit. Ja. Dit is echt groot nieuws, want... Ja, de laatste jaren, echt, is het alleen maar Aziaten aan de macht. Alleen maar Koreanen. Nog steeds zijn ze echt supergoed, daar niet van. Maar er is gewoon iemand die beter is. Een Europeaan en ook nog wel eens een Nederlander. Ja, heel tof. Ik ben er heel trots op. Wie is het? Het is, ik spreek zijn naam iedere keer verkeerd uit, Harström. 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 Vladinger. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, zo wel. Ja. Hartstikke gefeliciteerd. Hij heeft een prijs gewonnen van $16.000. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat je een keer die fucking Aziat hebt verslagen. Ja, dit was zeg maar. Ja, het was wel. We zijn trots op je. Ja, en was het spannend ook? Of was het echt gewoon makkelijk? Nou, het is nooit makkelijk tegen Koreaan. Ja, ik moet wel zeggen, hij ging er met redelijk veel gemak overheen. Ja? Als ik het zo mag zeggen. Nee, dat mag zijn. Dat kan, hè? Dat begrijpt hij wel nog. Ja, hij moest tegen Snoet, een hele bekende speler, en die had hij gewoon. Weggeveegd. Ja, maar is hij een up-and-coming direct of zat hij al heel de tijd tegen de top aan? Hij is altijd dat hij heel erg goed is hoor. Okay. Ik heb hem een keer live gezien tijdens DreamHack in Valencia, of in Tours in Frankrijk inderdaad, ja, bij Parijs. Ja. Nice. En dan was hij ook echt redelijk goed. Het ging echt spannend, het was echt kijken wie er ging winnen. Uiteindelijk toen de Koreanen, maar nu dus niet. Ja, superleuk. En even voor de record, mocht je dit kijken, ik vind niet dat jij een rugzakje hebt hoor. Dat was een grapje van mij net om een punt te maken, maar ik respecteer jou als zoals je bent. Army is going to seek to press forward and limit Harström's space. Oh my god, this rock is going down the puck and all of a sudden Harström has got a massive lead in initiative in this game. And the puck plummeting in supply. Force fields go down there to buy some time, but the Immortals, they have no shields left. And right now he is trying to get out of there, aggressive link forward in from puck as he pounces on the opportunity. More disruptor shots going down, but all of a sudden... Daarnaast was dit weekend, terwijl jij op Dutch Comic Con stond, heb ik iets veel leukers gedaan. Ja. Nou ja, weet je, het ligt eraan. Dutch Comic Con is ook leuk. Nou ja, wij hebben, voor de mensen die niet weten, wij hebben een tuk-tuk waarin je kan gamen met 9 beeldschermen erin en staan mee op events. En vorig jaar stonden we op de party en dit jaar moesten we kiezen tussen de party of Dutch Comic Con. Dutch Comic Con kwamen 20.000 bezoekers en de party. 1000 denk ik ongeveer. 1000. Ja. Dus hebben we daarvoor gekozen. Nou ja, je had 9 schermen in je tuk-tuk, ik had 1000 schermen voor mijn neus. Hè. Het is eraan net dat je ze wilt. Absoluut. Maar het is een van de grootste LAN-parties van Nederland. Daar wil ik iedere keer verschillende competities houden. En Peter, ik heb speciaal voor jou
heb ik een stukje opgenomen. Wat vet. We gaan het kijken. Hey mensen van Gamersnet, ik sta hier op de party in Eindhoven. De 14e editie alweer, een van de grootste LAN-parties van Nederland. Zoals je achter mij kunt zien, zijn er genoeg mensen. Peter en de rest is op de Dutch Comic Con, maar dit is waar de echte actie gebeurt. Peter, je mist weer iets fantastisch. Nou, wat heb ik spijt dat ik daar nee tegen heb gezegd. Snap ik. En behalve dat heb ik ook nog eens een keer echt een onwijs lang interview gehouden met Hugh Thurble. Een hele bekende Hearthstone Starcraft-speler. Sorry Mark. Oh, Starcraft spelen? Ja. Oh, dat is wel vet. Ook een hele bekende Nederlandse speler. Die heeft ook nog laatst in Shanghai moest hij spelen. Oké. Okay. Toen was hij niet heel ver gekomen, maar hij is steeds wel heel redelijk goed, zeg maar. Hij is wel goed. Diepte interview, komt hij aan. Oké, ik sta hier met de man. Ik sta hier met Nederlands beste Starcraft speler, Mark Hugh Thurble. Hoe gaat het vandaag? Ja, het gaat goed. Ja? Ik heb nog geen game verloren. Dus je hebt nog geen game verloren? Nope. Want wat doe je hier eigenlijk? Want normaal speel je altijd in China, je bent over heel de wereld. Nee. Dit is nog steeds LAN-parties dus. Normaal niet, maar ik had toevallig niks te doen. Dus ik dacht, waarom niet? Ja, toch. Nou, fair enough. Je staat momenteel eerste, zei je? Ja. Je gaat hem wel winnen, denk ik, of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Komt goed. Oh, man, wat een mooi diepte interview. Dankjewel, ik hoor vaker van Marcel, wat kan jij goed interviewen? Nou, dat is niet onterecht. Nee, dankjewel, ik hoor vaker. Hartstikke goed. Nou, ja. Top. Dat was het weer voor deze week. Komende week gaan we kijken naar de NA Spring Finals. Ja, de North American Spring Finals. Ja, ik denk... Van League of Legends. Ja, klopt, ja. Ik leg het even uit. Ja, nee, goed zo. Dankjewel. Duidelijk. Ja, dat was het. Dat is een beetje dat we volgende week gaan beleven. Ja. Nou, hartstikke leuk. We hebben er nu heel veel zin in. Jongens, tot volgende week.